Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Het licht is heel slecht. Hier zo misschien. Ik ben onderweg naar Maassluis. Ik ga lekker naar de film met mijn tante. Heb je geen sleutel? Ik ga lekker naar de film met mijn tante. En misschien mijn zus. We gaan naar Memory toe. Lukt het? Ik ben een beetje klein, hè? Mag ik de sleutel? Nee. Ik weet niet waar die is. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag zondag. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Eigenlijk omdat ik gewoon helemaal niks heb gedaan. Gewoon echt letterlijk niks. Ik heb de hele dag een serie gekeken. Ik heb Pretty Little Liars opnieuw gekeken. Tenminste, ik ben niet gisteren begonnen, maar al een paar dagen geleden. Gisteren heb ik hem uitgekeken. En ja, ik dacht ik kan wel filmen dat ik serie aan het kijken ben. Maar ja, is ook niet heel leuk. Het is nu 5 over 11. En ik ga even eten maken. En eventjes chillen. En vanmiddag heb ik een wimpercursus. Dus dit is very exciting. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Tenminste wel een beetje, maar... Ik heb een beeld in mijn hoofd hoe het zal zijn, maar waarschijnlijk is het heel anders. Maar ik ga nu eventjes ontbijt maken. Ik heb nog een beetje ei en kalkoenbacon. Oh my god, dat is echt mijn... Wat is met mijn stem? Dat is echt mijn nieuwe uitvinding. Kalkoenbacon, echt lekker. Een goede vervanging als je bacon wil eten, maar geen varken. Oké, ik ben helemaal ready om te gaan. Ik heb nog 10 minuutjes. Ik heb trouwens weer mijn bed verschoven. Want dat doe ik bijna elke week. I'm so excited. Ik ben echt benieuwd hoe ik het ga vinden. En of ik ook geen pijn aan mijn rug ga krijgen. Want dat zou echt fucking kut zijn. En trouwens, mijn moeder gaat model staan. Of zitten, liggen. Voor mij. Dus die komt ietsjes laat. Ik denk dat ik eerst ga oefenen op zo'n pop. En dan op mijn moeder, dat denk ik. Maar ja, we gaan het allemaal meemaken. Ik heb ook gewoon lekker wat simpels aangetrokken. Dit pak van Reclaimed Vintage op ASOS. Dus ja, ik dacht even lekker comfortabel daar zo zitten. Dat is wel even nodig. En ik ga na de cursus ga ik lekker eten met Jornik. Dus daar heb ik ook wel zin in. We gaan weer naar die Very Happy... Nee... Very Italian pizza. Daar was het echt kapot lekker. En gewoon een goede prijs ook. Dus I'm excited. Jij doet dat altijd. Wat? Dat maakt toch niet uit. Nou jongens, ik heb net mijn cursus part 1 gehad. Oh. Even dit zo. SH-lesjes. Slashes. Nou jongens. Ik heb net even geoefend op mijn pop. Ik zal even laten zien. Ze heet Marloes. En dit is de situatie. En voor iedereen die denkt dat wimperzetten heel makkelijk is, dat is het niet. Want ik zit al een uur te struggelen hier zo. En Shannon die doet het gewoon alsof het helemaal niks is. En ik zit echt te kloten. Maar ik heb natuurlijk ook een scheef oog. Oké, het is geen scheef oog, maar het is wel een blind oog. Dus het is ook ietsjes lastiger. Dus ik hoop dat ik zo meteen op mijn moeder een beetje mijn draai krijg. Want de ene wimper die gaat heel goed. En de andere wimper die wil ik in de lucht plakken of zo. In de lucht? Ja. Gewoon zo. Dus ja. Hopefully it works out, jongens. Dit zijn mijn wimpers. Ik lijk helemaal een lash tag zo. En het was, we zijn trouwens niet meer naar Very Happy, Very Italian Pizza gegaan. Maar naar El Gaucho's. Vorige keer waren we naar Gaucho gegaan. En
Oh, Gaucho. En toen moesten we eigenlijk hierheen. Maar die was ook heel lekker. En nu zijn we naar El Gauchos gegaan. Gauchos. Gaucho. El Gaucho. Oh. Ik zeg zo maar chos de hele dag. Gaucho. Nou, dus we zijn daarin gegaan en dat was heel lekker. Ik heb een kipfilet. Supreme. Supreme. Nog wat. Chicken breast. Supreme chicken breast. Ja. En Johnny had een ossehaas. En het was echt heel lekker. Dus als je nog op zoek bent naar een goede grill, steak, kip, ossehazige. Ossehazige. Restaurant op zoek bent. El Gaucho. In Rotterdam. Vlakbij Erasmusbrug. Echt een aanrader. Nu gaan we lekker drankjes doen. Met Shu en JJ. Die hebben jullie al een keer in de vlog gezien toen we de bios gingen, volgens mij. En we gaan weer naar Madame Chen. Want daar is het gewoon hartstikke heerlijk. Oh, dan ga ik weer lekker die zoete witte wijn nemen. Oh. Oké, nou, ik zie jullie zo. Misschien zijn ze hier wel. We zijn aan de wijn en de cocktail, jongens. Heerlijk. We hebben sushi lessen. Mag ik dit zo? Chill. Hey guys, ik weet niet of jullie me horen, we zijn uitgeëindigd bij Atol. We gaan bowlen. Als je dat goed kan. Ja. We gaan een uurtje bowlen. We hadden net een paar cocktails op. En we gaan nu weer een cocktail. We gaan nu weer een cocktail drinken. Ik weet niet of jullie mij horen hoor. En we gaan bowlen. Doei. Jullie staan nu gelijk, hè? Ik zit de laatste ronde niet. Ja! Ja, hierna mag volgens mij nog wel een keer. Moment van de waarheid, jongens. Of ik win, of JJ wint. Oké. Kioma heeft gewonnen! Jij hebt die gewonnen. Ik heb wel gewonnen! Ik heb wel gewonnen. Ik heb niet gek. Film aan het verstoppen. We zijn aan het verstoppen. 81. Kappen. Ik heb je net laten winnen, hè, met 2 punten.